In het voetbal stond de topper van de speeldag afgelopen weekend in de Mintjes Arena op het programma, waar Mallebeerse het in de eigen arena voor een volgepakt huis mocht opnemen tegen FT Antwerpen. In één wedstrijd won Mallebeerse in Antwerpen en zo moest coach Bagar zijn manschappen niet motiveren, al werd er voor aanvang van dit duel het ook wel de wedstrijd van de geblesseerden genoemd, daar beide teams zwaar gehavend aan de clash moesten beginnen. Beide teams gaan met open vizier van start, waar een eerste schot er is voor Etalaki van FT Antwerpen en waar Bram Meijers een eerste maal met de voetveeg gaat uitpakken. Malle moet zeker niet onderdoen, Kamal El Hassani met de kanonkogel waar de paal redding brengt voor Antwerpen. Mallebeerse staat defensief heel goed te spelen en Antwerpen probeert het dan maar vanuit de tweede lijn. Het is al meteen op het scherp van de snee waar geen duels uit de weg gegaan worden. Daar is Malle weer, Khalid Aitzala aan de tweede paal waar goalie Ayoub een eerste maal moet tussenkomen. Het gaat snel, Hitou met het schot, Meijers met de redding. De doorsteekpas van Ismaël en de captain Didi met het schot, het gaat voorlangs. Wanneer Khalid Messaoui te kort inspeelt, zit Aitzala er goed tussen en moet Ayoub redding brengen, wat een heerlijke wedstrijd. Antwerpen met de intrap, het schot en Meijers met de redding. FTA met een snedige aanval, de dubbelpas Hitou-Messaoui, waar Hitou de bal voorlangs trapt. Daar is Malle met de aanval van over rechts met Ismaël die een goede wedstrijd speelde. Het schot is van diezelfde Ismaël, de redding van Ayoub, maar de goed gevolgde Ahmed Didi kan binnenleggen. De Mintjes Arena ontploft voor een eerste maal, Mallebeerse 1-0 voor. Het blijft een wedstrijd aan een hels tempo, Azizi toe met het schot, de tegenaanval waar Ayoub redding brengt met het hoofd. Anas Hadri op doortocht en de pegel op doel, maar de vuistredding mag er gerust zijn. De blessureboeg is blijkbaar nog niet groot genoeg voor de bezoekers en daar gaat Etalaki tegen de grond. Een verdraaide knie en misschien wel heel slecht nieuws voor dit Antwerpen. Laat ons hopen dat het meevalt, want natuurlijk het wordt wel heel dun nu de spoeling. En laat ons hopen dat Halim zijn blessure meevalt, want die valt dan ook nog eens uit. Zoals je ook aanhaalde, al een gehavende ploeg voor de wedstrijd. Malle is levensgevaarlijk op de counter met spelers als Ismaël, waar Ayoub opnieuw de meubelen moet redden. Moussaoui met het schot, redding Meijers, voorleggen van Verdijk en de misser van achter. Het gaat nu wel verdomd snel. Het is bij momenten een stevige wedstrijd waar de leiding Vrijers en Dekkers wel raad mee weten, want ook zij fluiten een topwedstrijd in deze heksenketel. Daar is Antwerpen opnieuw, Sebapti met de onderschepping, Hitou met de kans en de schitterende redding van Meijers. FT Antwerpen geraakt er voorlopig niet door en terwijl de subo's al verkoeling gaan zoeken en de spelers de dik verdiende 10 minuten rust krijgen, happen ook wij lekker met hen naar adem na een schitterende eerste helft. Meteen volle bak er terug invliegen dan maar in de tweede helft. Een eerste schot van Hitou dat voorlangs gaat. Antwerpen moet komen nu om de gelijkmaker te scoren, Moussaoui met het schot dat overgaat. Daar is diezelfde Moussaoui opnieuw, dubbelpas met Sebapti en Meijers die de redding brengt. Snelle combinatie, Ayoub, Hitou, Sebapti en Verdijk die overtrapt. Het is nu even alle hens aan dek voor de thuisploeg, want daar brengt Meijers wederom redding na een schot van achter. Malle voor een eerste keer in de tweede helft, al moet Ayoub wel zijn ganse lichaam gebruiken om de bal niet over hem te zien gaan. De thuisploeg probeert het ook vanuit de tweede lijn, het schot gaat over. De stevige duels zijn er nog steeds en naarmate de wedstrijd vordert krijgen we ook hier leuke duels te zien. De bezoekers komen wel erg heel dicht bij de gelijkmaker wanneer Hitou op doel trapt en Meijers nu wel verslagen is. Al haalt Jasper Buyl van FT Antwerpen de bal nog
uit het doel. Malle met de hoekschop, het vlugschot en de bal die net overgekopt wordt. We zitten ondertussen 8 minuten en 45 seconden voor het einde van de wedstrijd wanneer FT Antwerpen een hoekschop mag nemen. En wanneer Buil de bal in de voeten krijgt, twijfelt hij geen enkel moment en knalt de bal zo goed als door het doel en staat Antwerpen op gelijke hoogte. Het staat 1-1, wat een heerlijke wedstrijd. Antwerpen staat ondertussen op 5 fouten en wanneer Hitu de bal met de hand beroert, fluit de scheids wel heel laat en wil hij een onrechtstreekse vrije trap geven, wat uiteraard niet kan met een handspel. Veel discussie, overleg om nadien dan met een scheidsrechtersbal het spel te hervatten. Daar is Malle echter al meteen opnieuw. Goeie diepe bal en idem dito afwerking. Alleen slaat Ayoub de bal terug met een handveeg uit zijn doel. Het schot van Sebapti en de lekkere redding van Meijers. Daar zijn de bezoekers al opnieuw. Het schot is van Aziz Hitu dat op de dwarslegger gaat. Door de stevige duels loert de zesde fout om de hoek en wanneer Zakaria Younes achter tot een fout dwingt, komt de zesde fout en 10 meter er wel degelijk voor Malle Beersen. En zo hebben zij de uitgelezen kans om op 2-1 te komen. Buiten deze 10 meter nog meer slecht nieuws voor de bezoekers, want Sebapti pakt een gele kaart en is bij gevolg geschorst voor de komende speeldag thuis tegen Real Noorderwijk. Ahmed Didi zet zich achter de bal om de Mintjes Arena te laten ontploffen. Ayoub pakt de 10 meter goed en zo blijft de spanning te snijden in de Mintjes Arena. Het blijft 1 tegen 1. Beide doelmannen mogen gerust uitgeroepen worden tot man van de wedstrijd, want wanneer Zakaria doorzet, Ait Salamar binnen te werken heeft, brengt Ayoub opnieuw de Antwerpse redding. Ook Meijers, doelman van Malle, blijft op hoog niveau presteren en moet de meubelen redden voor de thuisploeg. We zitten ondertussen 9 seconden voor het einde van de wedstrijd wanneer Malle alles uit de kast haalt om de winning goal te maken. En die komt er ook. Het is Khalid Ait Salah die aan de tweede paal de bal binnentrapt en zo de arena laat ontploffen zoals nooit tevoren. Ja. Laatst was ja, een beetje geluk ermee gemoeid. Bleef een beetje te hangen tussen mijn benen. En ja, even daarna, 9 seconden voor tijd, maken we 2-1. Schitterend gewoon. Hoe beleef je dat zelf dan, die 2-1? Want ik heb het in mijn linker oog gezien. ja, dat was ja, een vreugdeuitbarsting. En ja, met mijn collega-keeper even gek gedaan. En ja, wel een beetje pijn gedaan, maar ja, dat nemen we er graag bij. Toch geen blessure opgelopen? Nee, het is stoppen van niet. Ik had wel een klein beetje last, maar het is niet zo erg hoor. We vroegen en hebben een propagandawedstrijd in het voetbal gekregen. Twee goed voetbalspelende teams, twee sterke coaches die alles probeerden en een fantastisch publiek dat allemaal samen voor een nooit te vergeten voetbalavond zorgde in Beersen. Malle Beersen versus FT Antwerpen met een eindscore van 2 tegen 1. Ja, tuurlijk. Bram is een heel goede doelman. Hij heeft Malle zeker vandaag de overwinning opgeleverd. En ja, ik heb mijn ding gedaan. Ik ben de laatste weken terug hard aan het trainen. En we zijn ons best aan het doen en op naar de play-off en naar de halve finale voor de beker. Want dat, is, dat zijn de wedstrijden waar we het voor doen. En dit was een heel mooie propagandawedstrijd voor het publiek. En ik dank de beide ploegen ervoor. Maar eerlijk moeten we toegeven, de eerste helft was spektakel. Maar was Malle toch iets beter als FT Antwerpen. Dat moeten we toegeven. De tweede helft hebben we gedrukt en blijven drukken om dat doelpunt te maken. Dat valt er dan 1-1. En dan hebben we inderdaad de kans om 1-2 te maken. En er is een wedstrijd gespeeld. Denk ik dan. Maar dat gebeurt dan niet. En dan de laatste 10 seconden ja, dan ontploft het hier. Maar nogmaals, ik blijf zeggen, we hebben propaganda zaalvoetbal gezien. Ik heb ervan genoten. Ik hoop iedereen die hier was. Ik denk dat het beter is dat het hier een volle zaal is of dat er 40 man zit. En dat is toch de verdienste van Antwerpen dan weer. En ja, ik denk dat het alleen het verhaal nog maar heerlijker maakt wat er in de beker nog voor de deur staat op 20 maart.
thuis tegen ditzelfde Malle. Ja, drie keren verliezen, dat kunnen we niet in Antwerpen. Ja, inderdaad, de uitslag laat eigenlijk niet het spelbeeld zien. Het was een heel aangename wedstrijd, een spannende wedstrijd. Veel kansen inderdaad, doelmannen, buikenwedstrijd alle twee. Op de lat, op de paal, kansen genoeg. Maar oké, dat maakt het zaalvoetbal zo leuk. En ik denk dat we zo het volk terug naar de zaal kunnen lokken. En dat wordt belangrijk, dat ze zo'n wedstrijd kunnen blijven spelen. Volk is hier anders wel genoeg, hè? Ja, natuurlijk altijd. Elke week als we thuis spelen, volle bakken, altijd grote VIP, mensen in grote getallen aanwezig. Het is hier leuk spelen. En dat is de kracht van Malle, denk ik, dat we altijd voor veel toeschouwers thuis kunnen spelen. Goed gevoel, ja. Misschien over de mentaliteit en het spel dat ze met momenten hebben gebracht. Maar ik ben een winnaar uiteraard. Ik win graag en ik wil elke wedstrijd winnen. Maar oké, je moet sportief zijn. Dit was nu een wedstrijd dat alle kanten uit kon. Ik denk dat wij ook hadden kunnen winnen. Zoals ik al aanhaalde, de laatste 15 seconden of 20 seconden hadden we een doelpunt kunnen maken. Doen we niet. En oké, dan is het aan de andere kant dat het binnen is. Maar ik moet mijn spelersgroep toch feliciteren voor hetgeen dat ze met de weinig jongens die er zijn en de vele minuten die ze gespeeld hebben, toch op de mat hebben kunnen neerleggen. Voetbal kan een feest zijn, hebben we vanavond bewezen. Voetbal is een feest. Als twee ploegen er alles willen voor doen en werken zoals deze twee ploegen, zij werken ook, ze proberen ook zo goed mogelijk een ploeg te maken. Ze doen hun best. Spektakel, volk, een goede VIP. In Antwerpen, ja, dat weet je, wij zijn al jaren bezig met dit systeem. En ik hoop elke week zulke wedstrijden te zien. En laat de mindere ploegen daar al eens uittrekken.